Voor het project KRAS kwamen afgelopen vrijdag Vlaamse en Brusselse jongeren bijeen in het parlement. Studenten uit de derde graad hebben zich een jaar lang verdiept in het mondiale thema waardig werk. In het parlement kregen ze de kans om te debatteren over hun bevindingen en in discussie te gaan. Hier zijn vandaag een kleine 500 jongeren die in het Vlaams parlement, de Kamer en de Senaat verspreid zijn. Dus wat dat hier vandaag gebeurt, doen ze eigenlijk eerst op lokaal niveau verspreid over een heel jaar. En vandaag gaan ze dan echt op mondiaal en federaal niveau hun aanbevelingen naar het beleid toeschuiven. Dus, concreet, eerlijke verhouding tussen ecologische en niet zo ecologische producten. Verschillende jongeren vonden het alvast een positieve en leerrijke ervaring. Dus we zijn hier echt om onze stem te laten gelden. We vinden wel dat we als jongeren iets te vertellen hebben en dat er toch een beetje naar ons geluisterd moet worden. En vooral op werk, dat het wel heel belangrijk is dat wij nu binnenkort op de arbeidsmarkt terechtkomen. Dus dat we toch dat we ons toch gewaarborgd voelen, zover dat dat kan. Ja, ik vind het ook echt wel heel leerrijk om ook te discussiëren eigenlijk met elkaar. En zo test je ook een beetje van, ben ik hier wel vaardig in? En je kunt ook jezelf een beetje bijschaven. Je leert ook veel van elkaar, dus dat is wel heel interessant.